Ik hou zelf wel heel erg van het wetter. Ik vind het varen heel erg leuk. Ik vind de horeca heel erg leuk. En deze combinatie spruts mij in die zin, ja, gewoon heel erg aan. Een ziel- en horecabedrijf nemen. Die stap had Ido Pranger van Stadscafé Artisante in Dokkum Arune Winter maken. Hoewel hij ook nog steeds eigenaar is van Artisante in Dokkum, kan hij hem dus ook eigenaar nemen van paviljoen en bootverhier La Barça in Eesmahorn. We zien in november een bier te drinken op Snijden Joenen en toen kwam er opeens een advertentie voorbij op Facebook. We zien wat aan het opzieken. En toen zei mijn zwerg, goh, dit is grappig. En ja, ik ben de volgende tijd er eigenlijk. Ik ben net hier een goed gevoel bij. Ik denk, ik mag hier wat mij. Dus daar ben ik er indoken en eigenlijk ben een week wie de zaak heb geklonken. Krijgt zoals bij de vorige eigenaars kunnen gasten verschillende bootjes hieren en is er ook plak voor een hapje en een drankje. Dochs is de wolle verschil tussen Doe en No. Wij zwaren hiervoor dat we het krijgt een wat op een andere manier aanpakken. Hè? Dus we zien het wel echt als een belangrijk onderdeel van dit bedrijf, de horeca. Hè? Voor de familie Pols wie de bootverhuur meer de belangrijkste tak. En wij willen eigenlijk de horeca meer de belangrijkste tak, meintje. We zijn op de fiets en toevallig zagen we hier rechts van de weg, toen we hier aankwamen, zagen we dit restaurantje staan. Ik zeg, nou, we gaan kijken of het open is. En ik heb het gevraagd dat het nog niemand is, maar het was open. Dus we zijn hier heerlijk van onze koffie aan het genieten. Op dit stuit werd de bij Ezelstedt het werken onder naar een vaarverbinding tussen Dokkum en Ezelstedt. De Zuid-Ier die in 2022 iepen geert. En dat biedt goede mogelijkheden om beide bedrijven in Dokkum en Eesmahorn te combineren. Dan haast voor natuurlijk de toeristen, maar ook de Dokkum is een hartstikke mooie route om deze kant uit te komen. En voor u is het een hele mooie mogelijkheid om de beide bedrijven te combineren. Hè? Dus hier maar eens in de boot stappen, bij u even lunchen of een hapje eten jongens en weer terugvaren. Dus dat is natuurlijk een hele mooie beleving. En voor de Dokkum er oorzaam ook.